alle reizen die gemaakt worden en gedeeltelijk of in het geheel worden betaald door een derde partij, die moeten ook gemeld worden. Wanneer je in functie meegaat en je in functie gaat gedragen, ja, dan is dat natuurlijk een gift. Ja, en dat weet iedereen die daar aan meedoet of dat accepteert. Het is belangrijk voor een Kamerlid om waakzaam te zijn bij alle vormen van giften. Of dat dan in natura is, bijvoorbeeld in de vorm van een reis. Omdat het kan leiden tot een bepaalde afhankelijkheidsrelatie of een wederdienst. Ja, er zijn natuurlijk wel aanwijzingen dat het misbruik wel op de loer ligt.